Marien, zo eindigt een hele volle week met een belangrijke overwinning. Hoe is de stemming deze week? Ja, goed. Ook niet heel veel anders dan anders. Ik wil daar nooit te veel verschil in laten merken voor mezelf. Sowieso belangrijk om plezier te hebben met elkaar en een goede sfeer te hebben. Alleen ja, dat is altijd iets makkelijker als je wint. Ja, en belangrijk dat je die 9 punten al binnen hebt. Ja, dat geeft gewoon goed voor moraal, vertrouwen, lekker op de stand kijken. Dus dat geeft een andere druk, een andere dimensie. Dus dat is heel fijn, joh. Hoe staat de groep ervoor richting morgen? Ja, redelijk goed. We hebben nog onze vaste blessures natuurlijk met Asikan en Agafiotis. De Honker is er nog niet bij. Gaat wel allemaal goed, moet ik zeggen, met deze jongens. Maruga gaat hopelijk Utrecht halen. Jackie gaat volgende week aansluiten. Nico is het langzamerhand een klein beetje groepstraining aan het hervatten. We hebben nog Sven Nieuwpoort die er niet bij is. Ja, hopelijk verwacht ik ook weer bij Utrecht erbij. Dus ja, dat zijn de blessuregevallen. En Reda Kashoe was weer op het veld. Ja. Die is ook weer gewoon inzetbaar. Ja, die heeft alles mee kunnen trainen deze week. Dus dat is fijn, dus die is erbij. Voordeel van vorige week is wel dat je gezien hebt dat de jongelingen zoals Serrano prima vervangers kunnen zijn. Voor de... Ja, klopt. En die mag nu starten. Sven is er niet bij. Die is er klaar voor. Heeft hij vorige week laten zien. Maar eigenlijk heeft hij ook eigenlijk afgelopen seizoen eigenlijk al een beetje de pech gehad dat hij... En Redouan en Sven voor zich geven. En die altijd fit zijn eigenlijk. Dus bijna niks gemist hebben. Dus daardoor is hij heel weinig aan spelen toegekomen. Maar hij heeft zichzelf ready gemaakt de afgelopen 2 jaar. En nu krijgt hij die kans. Dus dat is mooi voor hem. Ja, moet voor hem ook best een bijzondere week geweest zijn. Ik bedoel, als je een beslissende goal maakt in een Eredivisiewedstrijd, betekent veel aandacht. Die kreeg hij dan ook terecht? Nee, zeker. Dat was natuurlijk extreem, dat zei hij ook. Maar gewoon ook heel leuk. Dus voor mij van genoten. Hij is wel een jongen die onverstoorbaar is. Dus die kan ook wel weer de knop omzetten. Dus dat betreft, zeker nu die gaat spelen, zal hij dat zeker doen. Fortuna Sittard, dat is ook een ploeg die moeizaam aan het seizoen begonnen is. Een trainerswissel. Wat weet je verder van die ploeg? Nou ja, dat ze natuurlijk problemen hebben. Dat ze de afgelopen 2 wedstrijden 5-2 hebben gespeeld. Daarvoor 4-3. Nou, dus de vraag, hoe gaan ze nu spelen? De nieuwe trainer? Wordt het systeem veranderd? Worden de poppies veranderd? Meestal wel, hè, als een nieuwe trainer binnenkomt en zeker in de situatie zit, dan zal hij een schokeffect teweeg willen brengen. Dus ik verwacht daar wel iets van andere dingen. Alleen niet, weet niet wat, dus dat is best wel lastig in onze voorbereiding. Ja, een ploeg die onder druk staat. Dus, maar ja, wel heel veel mogelijkheden heeft en ook best wel een goede selectie heeft. Dus dat betreft hebben ze best wel kwaliteit. Ja, het is voor die ploeg ontzettend belangrijk om een overwinning te gaan halen. Zo zullen ze waarschijnlijk ook die wedstrijd ingaan. Ja, voor hun is het natuurlijk, zullen hun denken van dit is de kans om te gaan buigen. De negatieve spiraal, thuis zeg ik zelfs, dat snap ik. Dus dat is ook prima. De druk ligt wat dat betreft ook volledig bij hun, niet bij ons wat dat betreft. Ja, na deze week even een interlandbreak, komt dat even lekker voor de ploeg? Ja, is wel lekker. We gaan woensdag met een Graafschap. Een aantal jongens, zoals Woutje en Lamproek, kunnen dan mooie minuten gaan maken. Kunnen winnen aan ons systeem. Dat is ook hard nodig. En daarna zijn we een aantal dagen vrij. En dan hoop ik inderdaad dat we na die break de groep behoorlijk weer volledig hebben. Dus dat komt wel goed uit. Ja, het is wel belangrijk dat soort jongens nu even minuten kunnen gaan maken in een oefenwedstrijd. Ja, zeker. Die ik er daar toch een beetje tegenaan. En, dus dat is een goede wedstrijd daarvoor. Om vooral dat soort jongens te laten spelen. Dus dat is mooi.